Districtsburgemeester Berchem, Evi, we staan in de uitbreidingsstraat, vlak voor een huis, hoe het groen zou moeten zijn in de toekomst. Wel ja, dus we staan hier eigenlijk voor de stelplaats van de Groendienst. Dit is eigenlijk het eerste gebouw hier in Berchem van ons stedelijk patrimonium, waarbij dat heel de gevel eigenlijk verfraaid wordt met klimplanten, met geveltuintjes. Dus nu zie je daar een beetje geveltuin, maar dat gaat natuurlijk groeien tot helemaal van boven, dus wel zo'n 3 verdiepingen hoog. En dan krijg je een hele groene, fraaie muur. Het is eigenlijk heel makkelijk te bevestigen, zo te zien. Ja, ze hebben hier een heel raster voor gezet, waardoor dat de muur ook niet beschadigd wordt. En dat maakt ook dat de planten goed geleid worden. Wel, voor ons is het heel belangrijk dat er meer groen komt in Berchem. Dus we steken sowieso extra groen in onze parken en we zorgen voor extra ecologie daar. In onze straten ook proberen heel hard te vergroenen. Maar natuurlijk, het verticaal groen, daar is nog heel veel winst op te maken. Er zijn heel veel grijze gevels. Die planten zitten ook echt in de grond, dus dat maakt dat die planten er ook voor gaan zorgen dat er minder fijnstof komt en dat er gezondere lucht komt hier in Berchem. Mensen die in Berchem wonen, krijgen die steun van de gemeente? Ja, absoluut. We gaan heel hard subsidiëren, dus we hebben verschillende mogelijkheden. Dus mensen die een geveltuintje willen, die kunnen bij ons beroep doen op ons reglement van Berchem Buurt, en waarbij dat wij dan eigenlijk de plantjes gaan terugbetalen. Maar als mensen zelf ook hulp nodig hebben bij het planten en eigenlijk advies, want sommige gevels staan in de zon, sommige gevels niet, dus dat zijn andere soorten planten, dan hebben we daar ook een bepaald ondersteuningsmechanisme voor. Verder zetten wij ook heel hard in op groenslingers, dus eigenlijk 2 geveltuintjes van overliggende buren die dan tegen elkaar komen in het midden van de straat. Er zijn heel veel subsidiemogelijkheden voor. Het gaat goed met de parken. In de toekomst gaat het ook goed gaan met de groene huizen. Ja, absoluut. We willen echt zorgen. We zijn een klein district in oppervlakte. Er wonen heel veel mensen en we willen ervoor zorgen dat het zo groen als mogelijk wordt hier.